Erik, de meerpaddagen zijn inmiddels in volle gang. We hebben zelf even een plekje in de schaduw opgezocht, want het is bloedheet. Hoe spelen jullie daarop in? Het is zeker lekker warm. Nou, we hebben ons hitteprotocol hebben wij voor van kracht laten gaan. Dat wil zeggen dat wij zoveel mogelijk proberen te zorgen dat mensen in de schaduw plaats kunnen nemen. Dus activiteiten vol in de zon hebben wij of verplaatst of gaan we niet uitvoeren. We hebben onze watertappunten, we hebben er nog eentje extra bijgelegd. Vanmiddag hebben we natuurlijk de seniorenmiddag. Daar gaan we zeker even natuurlijk wel goed opletten. Daar willen we gewoon wel een geslaagd iets van maken. Het voordeel is dat wij zelf merken dat als je in de tent staat, een klein briesje, dat het tentdoek gaat heel veel warmte tegen. Dus in de tent is het echt goed te doen. Je zegt er gaan een paar activiteiten niet door? Of? Nou, niet door, niet. Verplaatst. Okay. Verplaatst naar de schaduw. Okay. Ja. Zoals de springkussens en dergelijke. Onder andere, ja, wat we hebben kunnen verplaatsen in de schaduw, hebben we verplaatst dat mensen niet vol in de zon twister hoeven te spelen. Hè. Gewoon proberen zoveel mogelijk schaduwplekken te creëren. Ja. Wanneer besluit je om dat hitteprotocol in werking te stellen? Nou ja, in principe hou je gewoon het landelijk protocol aan. Hè. Als de overheid aangeeft, we gaan het hitteprotocol in, dan hebben we als evenement daar ook gewoon mee te maken. Dus we volgen gewoon de landelijke overheid. Dan waren er ook een paar mensen die zeiden, ken die tent niet weg alsjeblieft. Dat zou kunnen, maar ik zou het afraden. Want het is denk ik juist beter om nu gewoon een tent te hebben. Want anders zouden we dus een plein hebben wat vol in de zon staat. Waar je dus eigenlijk gewoon de hele dag niks kan. Want het is, ja, in de zon is het bijna niet te doen. Nee. Is dat ook iets waar je nog een beetje zorgen om maakt? Of? Zorgen? Nee, ik maak me er geen zorgen om. Wat ik net al aangaf en geef. We hebben de EHBO wat opgeschaald. We gaan wat extra vrijwilligers inzetten. Want we willen wel die senioren een leuke middag bezorgen. Maar we willen ook goed voor ze zorgen.